Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Zoals iedereen gemerkt heeft, hebben we vandaag te maken met een regengebied. Dat trok van Noordwest langzaam richting het zuiden en zuidoosten. In Limburg bleef het nog een grote van de middag droog, pas aan het einde van de middag komt daar de eerste regen- en motregen. Regenhoeveelheden zijn niet groot, maar het is wel allemaal een gestaag gedoe. Dus uh, ja, lange tijd grijs en druiderige omstandigheden. En als we op dit laatste radarbeeld kijken, dan lijkt het boven de Noordzee weer droog te worden. Daar zie je nog wat lichte reflecties. En dat klopt eigenlijk ook. Het wordt wel beter weer, maar het blijft wel licht spetteren. Dus vanavond en vannacht zeker geen droge omstandigheden. Vanavond trekt het regengebied dus naar het zuiden en oosten weg. En vanuit het noordwesten wordt het dus wat vaker droog. Als je bijvoorbeeld moet sporten of de hond moet uitlaten, nou, dan kun je het even droog hebben, maar ik zou wel de paraplu bij de hand houden, want uh, af en toe dus wat lichte regen of motregen. Zachte lucht stroomt het land binnen. Langs de kust stijgt het kwik vanavond al naar 9 à 10 graden. In het oosten is het nog een graad of 4. En ook in de nachtelijke uren zien we dat er nog steeds van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen valt. Temperaturen gaan amper naar beneden. 3 graden in het oosten, 7 à 8 graden in het westen. En ook morgen overdag heeft de zachte lucht ons land in bezit. Uiteindelijk wordt het zelfs 10 of 11 graden langs de oostgrens en 12 of 13 graden in de rest van het land. Het is wel bewolkt, het is druilerig weer. Van tijd tot tijd valt er regen en motregen. En opnieuw geen grote hoeveelheden... Maar om nou te zeggen dat het drie uur achter elkaar ergens droog zal zijn, dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Grijze omstandigheden. De wind draait naar het westen, vandaag waait die namelijk nog uit het zuiden, morgen dus een westelijke wind aan zee af en toe windkracht 5 en in het binnenland meestal windkracht 3 of 4. En kijken we dan wat verder vooruit, dan kunnen we naar de modelkaarten kijken. We beginnen bij vanmiddag 1 uur, dan zien we dat regengebied daar al liggen. En als we de boel in beweging zetten, zie je het naar het zuidoosten trekken. En dan komt er vanuit de Noordzee morgen in de loop van de dag weer een nieuw regengebiedje aan. Er zitten ook wat opklaringen midden op de Noordzee. Nou, die bereiken ons eigenlijk pas woensdag. Dus een grotendeels bewolkte dinsdag. Dan wat verder vooruitkijkend. Nou, temperaturen zijn nu dus ruim boven de 10 graden. Maar donderdag, vrijdag, zaterdag, dan zien we de temperatuur langzaam weer iets dalen. Zaterdag zou het dan een graad of 7 moeten zijn. En zondag, dan komen we weer in de zachte lucht, gaan de temperaturen weer omhoog. En de komende dagen blijft het eigenlijk ook gewoon ronduit wisselvallig. Vooral de donderdag lijkt een zeer natte dag te worden. Woensdag wat vaker droog, maar donderdag misschien wel weer vele uren met regen het zou zomaar eens een dag worden, kunnen worden met lange files. Vrijdag en zaterdag ook wisselvallig weer, al zal het zaterdag met de regen uren wel meevallen. En zondag lijkt het ook weer een natte dag te worden. En dan neemt de wind weer in kracht toe. Al met al kunnen we maar één conclusie trekken: het is de komende dagen echt herfst in Nederland.